Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Ori and the Blind Forest. De vorige aflevering zijn we hier naar dit stukje waar we helemaal omhoog worden geblazen door een soort wind. Want we moeten uiteindelijk daar zien te komen, naar de Sunstone. Maar eerst moeten wij eigenlijk een beetje een soort van winddoolhof zien te fixen. Dit is al de... Oeh, dit moet met heel veel beleid, zoals jullie zien, maar het wil nog oké lukken. Dat ging iets minder oké. Oh, we hebben nog maar één leven ook, oké. Oké, we hebben gesaved met 3 van die stones. Fuck. Boy, yo. We gaan wel eerst hier even naar boven, wou ik zeggen. We gaan niet naar boven. Dus we moeten hier links langs, dus het... Oh, fuck. Het wordt gewoon parcouren. Fuck. Oh, daar is het eind. Oh, kut. Daar is het eind. We moeten alleen nog de vierde... token halen. Nu ben ik ook gewoon ongeduldig hoor. Je kan moeilijk afremmen, dus dat is lastig. Kijk, daar moet ik afremmen, maar daar wil het afremmen niet helemaal lukken. Want de hitbox is best wel groot. Zeker bij de... aan de onderkant, zeg maar. Ik denk dat de hitbox van Ori aan de onderkant gewoon groot is. Fuck, en ik had dat moeten saven. Dat was ook fucking dom van mij. Zo moeilijk, want je kan ook niet echt remmen, want je gaat altijd een bepaalde kant extra op. Hier, wajo, hoe moet ik daar ooit normaal doorheen? Huh? Oké,
Okay. Oh, here's the tree. Nice. The magische tree. Charge jump. To use this ability, hold LT until fully charged. Then press A and leap extra height into the air. Kan ik dan ook daar doorheen? Yes. Nu vraag ik me alsnog af. Dat is allemaal leuk en aardig. Ja. What the fuck is dit voor een jump? Okay. Dat was eigenlijk niet mijn bedoeling, want eigenlijk heb ik die schoten nodig. Oké, dat is dus wel de tactic, maar die is fucking moeilijk. Ik spring toch. Auw. Oké, we hebben een save point erbij.
Ah, ik had al een idee. Hoppatee. Ah, dit is ook fijn. Verkeerde knop, kut. Niks aan de hand. Spring. Ik weet eigenlijk niet of het slim was, bedenk me nu. Daar is wel iets interessants, een soort warp. Ik denk dat ik nu dom ben geweest, laat ik maar even doodgaan. Ik weet niet hoe ik dat doe zonder dood te gaan. Die knopcombinatie. Ja. Game saved. Nice. Nou, schiet. Okay. Ow. Ja, ja. Het werkt dus iets anders dan wat ik dacht. Oh, verkeerde knop. What the fuck, wie heeft dit bedacht, joh? Het is gewoon niet geplaytest.
Ja, gaan we weer dood. What the fuck is dit voor een game, joh? Dat je je game zo durft uit te brengen, echt. Oh, tuurlijk. Laat me weer los uit het niets. Leuk. Nou, dan kunnen we weer opnieuw. Hij liet weer los, dus dat is fijn. Nu snap ik... Oh, fuck. Die knoppen echt, what the fuck? Oké, nu zijn we weer op een hele... Oh ja, dan is het handig als ik dit kapot maak zo meteen, hè. Even opslaan. Auw. Oeps. Ja, ik zie alweer gebeuren wat het eindstuk hiervan wordt. De Ultra Stomp. Raise the damage van de stomp. Energy efficiency. Die is interessant. Doe die maar. Zo gratis naar boven, want dat geloof ik nooit. Oeh, dit is scary. Oeh. Okay. No wonder Kuro is avoiding this place. The sunstone still radiates the light that she fears. Was fijn, dan maken we dat kapot met dat licht. You found the sunstone. Using the legendary rune, you gain entrance to Mount Horu. Dat is fijn. Waar de fuck is Mount Horu? Hey, daar hebben we Mattie. En mijn andere Mattie. Wat zijn mijn twee Matties? He's alive! Kabooming! Their journey inspired even who had a doubt to it. Het ging iets te snel. Gumo had found a place to belong. Dat is fijn. With the sunstone, we can now pass through Mount Horu's gates. But do you feel the shaking, the rumbling in the earth? Mount Horu is close to spewing fire. There's no time to lose. Nou, en wat zouden we nou moeten doen als laatste test? Natuurlijk, rennen voor het vuur. Recover the sunstone from the sorrow pass. Okay. Waar de fuck moeten we nu weer heen? Helemaal daarheen. Ze dus moeten eigenlijk straks gewoon lekker gaan warpen. Dat lijkt me een fantastisch idee. En er is hier een warp heel dicht in de buurt. Dus dat is fijn. Let's go. Oh, what the fuck? Oh, oeps.
Wauw. Ik moet de volgende keer daar gewoon 7. Dat heb ik besloten. Of nee, daar is dit natuurlijk voor en dan moeten we zo. Dat is de bedoeling natuurlijk. Zie je, je moet het vasthouden om te kunnen blijven staan, maar je beweegt dan. Ik snap er niks van. Het zal wel. Moet ik nog, zou ik gewoon onderlangs gaan dan? Ik ga wel onderlangs. Oh, kan dat nog? Ja, dat kan nog wel. Ik ga wel onderlangs, joh. Als we allemaal zo moeilijk willen doen. Onderlangs was ook geen pretje, weet ik nog wel, maar... Fuck it. Oh jee. Zie je, dat is zo oneerlijk en zo raar gemaakt. Kijk, dat is altijd fijn zeven bij zo'n apparaat. Oké. Okay. Warp. Zoom. We moeten daar naartoe. Ja, en hoe kom ik daar? Ik heb geen idee. Nou. Hier naar boven? Ja, ik heb geen idee. Ik denk dat we het beste hier... Huh? Hier naartoe. Wat gebeurt er nou dat ik... Ja, dat ik die kant op kan... Oh, deze aflevering duurt al best wel weer lang, zie ik.
We gaan de volgende keer proberen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag bij de volgende aflevering van Ori and the Blind Forest. Adios, amigos.